Ik wil juist dat iedereen die na mij komt beter is. Want anders groeit de game niet. Op het moment dat ik ready was om voor muziek te gaan, toen werd ik voor de eerste keer opgepakt. Want in interviews komt dat ook weer steeds naar boven. Ja. Vind je dat vervelend? Het is mijn waarheid. Als een boeker mij zou boeken en ik zie toevallig die dag op de flyer. Hé, hey, wacht even, Armo Westrijd staat ook hier. Dan cancel ik mijn show. Ja? Ja. Ja. Vandaag zetten we de spotlight op Atje. Het was een tijdje stil rondom hem, maar er is een nieuwe sound en een nieuwe Atje. Ja, welke ontwikkelingen heeft deze man doorgemaakt en waar wil hij nou naartoe gaan? Dat gaan we hem vandaag vragen. Dit is Spotlight. Meneer Atje! Ja? Goedemiddag. Goedemiddag. Hoe gaat het? Rustig. Ja? We hebben iets voor je meegenomen. Oké. Kala. Kala. Wat zien we hier? Ja, een van mijn favoriete films. Hoor. Ja? Wat betekent deze film voor je? Ik denk dat in de tijd dat ik heel een ander leven leidde, zeg maar, en foute inspiratie zocht, leek dit het meest op de dromen die ik had. Ik geloofde niet per se in rijk worden zonder criminaliteit. En ik denk dat heel veel jongeren in Amsterdam, zeg maar, opgroeien met die gedachten. Die clip Leef Nu, die is daar ook op juist, gebaseerd. Juist, 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 juist. Voorop in je race, ja, heet als eerste van die cake. Ja. Pak die broden en ik breek. Ja. Ik heb doezel, ja, zoek op thee. Ja. Ik moet zonder leven, maar ik leef. Nee. En de reden dat ik ook die clip zo heb geschoten is, deze film gaat over drie karakters. Rico, Mitch en Ace. Ace is de hoofdrol. Ik heb bewust niet gekozen voor de hoofdrol in de videoclip, omdat het verhaal van die film is enigszins similar aan het verhaal van mij en Seven. Ja. Snap je? Seven en ik waren misschien niet al zo goed met elkaar voordat hij groot werd. Maar vlak voordat hij groot werd, had ik wel al die link met hem gemaakt toen ik net, zeg maar, van de eerste keer op verlof kwam. Dus je kan wel zeggen dat Seven Alias nu op dit moment een wat meer succes heeft in de muziek? Hij is een van de grootste in hetgene wat wij hebben gedaan. En dan heb je ook nog Boef die dat heeft getopt. Ik zie dat wat hij doet niet per se als hetgene wat... Je kan je ook niet echt vergelijken met Boef. Want die feeling wat je met Seven hebt, heb je wel. Nee, met Seven voelt het echt alsof het een neefje van ons is. Je hebt gewoon mensen die in hetzelfde ding passen, zeg maar. En hij is een update op hetgene wat wij al deden. Maar je plaatst jezelf dus niet in die hoofdrol, dus... Als je die vergelijking doortrekt, wil jij zelf nog die nummer 1 positie, die toppositie? Of heb je zoiets van, laat Seven, laat hun dan maar... Nee, ik vind dat ik met hetgene wat ik heb gedaan, als ik dat niet had gedaan, waren de hun er niet. Ja. En daar heb ik vrede mee. Ik wil juist dat iedereen die na mij komt beter is. Want anders groeit de game niet, zeg maar. En een Cho, bij wijze van spreken, die bij Slaughterforce Gang zat, ik wist al op het moment dat hij zijn eerste ding deed, deze jongen is beter dan mij. Hoe was Jomar, want dat is je echte naam, ja. Wat voor kind was je eigenlijk? Stil. Rustig. En was je ook stil in je hoofd of dacht je wel veel dingen, maar je... Ik dacht alles. Ik dacht dan van alles, maar ik was een van de stilste mensen. En hoe komt het dat je zo stil was? Ik heb geleerd dat je als je stil bent, dat je meer ziet. Vanaf ik klein ben, als ik een kamer inloop, dan probeer ik zo min mogelijk op te vallen. Omdat mensen zich dan gedragen zoals ze zijn. Ja, voor mij is het gewoon een manier van overleven geweest, denk ik, vanaf kleins af aan. Omdat ik gewoon de ware ik van mensen wil zien. En wanneer geef jij jezelf bloot dan? Ik ben best wel open boek, uiteindelijk. Snap je, als je gewoon met me praat, praat ik met je. Ik heb in andere interviews van jou gehoord dat je het vroeger aan de ene kant vervelend vond dat je een soort van vooroordeel kreeg, maar dat het ook tegelijkertijd je drijfveer was. Ja, ik denk dat een vooroordeel, en niet alleen een vooroordeel, maar gewoon het zwart zijn. Ja, was dat een punt waarvan je denkt van, daar werd je mee benadeeld hier in Nederland? Toen ik gewoon een jongetje was die een baan moest gaan zoeken en een weg moest vinden in deze wereld, denk ik wel dat het zwart zijn en het komen van een eenouder gezin met minder geld, dat me wel een extra drijfveer heeft gegeven. Zeker als mijn moeder 3 banen heeft en we zijn nog steeds keer. Ja. Dan is dit toch niet de weg. Is dat ook waarom je besloot van, ik ga dit anders aanpakken? Ja man. Ik denk dat ik altijd al vanaf jongs af aan op mijn hostel was. En dan heb ik in de tussentijd, ben ik gewoon naar school gegaan en een tijdje gewerkt als verzekeringsagent. Op 21 jaar of 20 jaar had ik een waggie van de zaak. Verdiende misschien 4-5 kop per maand, telefoon van de zaak. Zo. Dus mijn lifestyle was gewoon op die tip. Maar toen was ik muziek eventjes vergeten.
Maar dat lijkt me dan ook moeilijk als je op een gegeven moment vanaf een jonge leeftijd al een bepaalde aantal geld wat je binnenhaalt gewend bent geraakt. Om voor muziek te gaan kiezen, omdat je daar op dat moment misschien nog geen geld mee verdient. Precies. Was precies. Dat een moeilijke keuze dan voor jou? Ja, ik heb vanaf dat verzekeren, toen dat stopte, dacht ik fuck it, ik ga nu voor muziek. En toen heb ik het 1,5 jaar gedaan en het lukte niet. Ja. En toen dacht ik, fuck it, dan het enige wat ik nu nog ken is de straat. En toen ben ik de straat op gegaan en heb ik gewoon gedaan wat ik moest doen. En zo andere ervaringen gekregen. Op het moment dat ik ready was om voor muziek te gaan, toen werd ik voor de eerste keer opgepakt. Uiteindelijk klapte dat en ging het mis. En heb ik 2 jaar geleden daar pas voor vastgezet. Want in interviews komt dat ook weer steeds naar boven. Ja. Vind je dat vervelend? Het is mijn waarheid. Je kan zeggen wat je wil, crimineel of niet. Ik ken niet veel mensen die vast gaan zitten en in de gevangenis een film maken met het geld van de gevangenis. Ik begrijp wat ik bedoel. Rewind. Ja. Je hebt geld van de gevangenis gekregen als een soort van, wij geloven in jou, we willen graag in jou investeren om een film te maken. Om een film te maken en met die film ben ik langs andere jeugdgevangenissen gegaan en praten over mijn ervaringen. Dus daarom ben ik blij dat ik die ervaring heb, omdat ik die ervaring kan delen met mensen. Waarom wilde je daarmee graag langs die jonge kid, welke boodschap wilde je daarmee uitdragen? Wilde je ze behoeden? Ja. Maar ik vertel gewoon mijn verhaal. Ja. Maar ik weet dat er ook mensen zijn die het horen en denken, hé, dat is stoer, dit is dope, dit wil ik ook. Ja. Je weet toch, dus ik vind dat als ik de goede dingen van dat leven vertel, moet ik ook de slechte kant. Je hebt 8 maanden vastgezeten. Ja. Dat komt eigenlijk door een snitch. Mm-hmm. Dat je bent vast. Hoe kijk je zeg maar terug op die tijd? Ik ben hem dankbaar, man. Ik heb er alleen maar van gewonnen, snap je? Ik sta vandaag beter in mijn schoenen dan dat ik stond voordat ik toen de gevangenis in ging. Het feit dat ik de eerste keer ben opgepakt is de trigger geweest om het met rust te laten. Werd je in de gevangenis een beetje ontvangen als van een celebrity? Nee, man. Ik zat gelukkig ook op een... Ik ben blij dat ik niet werd gezien als Atje. Want dan krijg je gewoon andere behandeling op basis van wat men van je heeft gehoord. Maar ik heb mijn andere behandeling heb ik verdiend door gewoon te zijn wie ik ben. Mijn raps gaan me niet redden op het moment dat ik een pak slaag zou moeten krijgen. Snap wat ik bedoel? Ja. Dus ik moet me gewoon gedragen naar de manier waarop ik geen pak slaag krijg. Denk je dat je ooit terug gaat vallen? Dat je weer de gevangenis in moet? Nee. Je hebt jezelf in de situatie gezet. Al lijkt het niet altijd zo, snap je? Maar er zijn meerdere factoren die ervoor zorgen dat je in de situatie terechtkomt. Dus het kan ook te maken hebben met degene waarmee je die dag meerijdt. Maar het verleden gaat mij niet zomaar achtervolgen. Gebruik je zelf drugs? Wiet, hash. Alleen dat? Constant. Nooit kook gebruikt? Nooit. Van verhalen van wat ik heb gehoord is dat mensen die echt erin zaten in die business, er ook op een gegeven moment verslaafd aan zijn geraakt. Ja, maar dat heeft te maken met hoe, snap je? Ik heb ten eerste nooit bolletjes verkocht. Als je bolletjes verkoopt, veel jongens die vroeger bolletjes verkochten, die met dezelfde handen waarmee ze hun bolletjes klaarmaakten, draaien ze ook een jonko. Dus die smaak in je systeem. Je weet toch? Dus op het moment dat ik ermee bezig was, toen destijds rookte ik zelf ook niet. Was dat ook echt uit voorzorg, omdat je wist hoe het kon gaan, of haal je gewoon niet van die shit? Mijn vader is junkie geweest en hij heeft mij alles verteld. Wat dus die is, wat die high is, wat voor paranoia hij heeft meegemaakt. Gewoon alles. Ik weet wat een junkie meemaakt. Kun je zeggen dat je verslaafd bent aan een hash en een wiet? Aan hash. Aan hash. Ja. Heb je het ook echt nodig als je muziek gaat maken? Niet per se, maar ik vind het fijn dat ik dat denk. Maar het geeft mij gewoon een fijn gevoel als ik mijn jonkeltje kan draaien en eventjes... Wat ik je zeg, ik heb heel veel dingen meegemaakt en gezien in mijn leven, waardoor ik heel veel informatie heb. Die informatie te begrijpen en op zijn plek te hebben, is makkelijker met een joint. Ik wil je een fragmentje laten zien. Shit, hou het een met je familie, ook al ben je soms niet eens met je familie. Young slut, dit is familie boven zaken. Echte klassieker. Mm-hmm. Met je broers Hef en Crooks. Ja. Je zei in een Phonics interview dat je misschien een betere band had voordat jullie rappers waren. Ja. Hoe kan ik me dat voorstellen? Je bent samen onbekend en je bent heel veel samen. Dus het gevoel van begin samen muziek maken, op een kamertje gewoon chill. Juist. Dat die feeling is weg naarmate jullie groter worden. Precies. En dat is denk ik, dat is niet de schuld van Hef, dat is niet de schuld van mij, dat is niet de schuld van Crooks. Maar dat is gewoon een beetje wat fame en deze shit kan doen. Maar zijn er mensen geweest die jullie een beetje tegen elkaar hebben opgezet? Ik zou niet zeggen dat we per se tegen elkaar zijn opgezet, maar het heeft gewoon te maken met duizenden dingen tegelijk. Snap je wat ik bedoel? Ik denk dat ook voor Hef toen hij 19 was en ineens de grootste rapper van Nederland was, kan dat een effect op je hebben. Maar ik weet wel voor mezelf dat ook dat toen het voor mij ineens de lucht inging, werden mensen ook heel anders tegen mij. En je broers, heb je daar ook veel steun aan gehad? Zeker. In het begin hadden we heel veel steun aan elkaar.
je hebt je eigen carrière. Ik ben hier bezig met een album, met Reverse. Hef heeft op dat moment al 2 albums uitgebracht. Speelt niet meer. Met elkaar. Met elkaar. Snap je wat ik bedoel? Langs elkaar. Hoe zijn jullie samen opgegroeid? Hoe was dat? Ik heb nog een foto hier in mijn telefoon. Ja? Ja, ik wil hem wel graag zien dan. Kijk eens. Zo. En wat vindt je vader eigenlijk van als er 3 zoons zijn? Ja, hij is de meest trotse nik op aarde. Ja, dat kan ik me wel voorstellen. Iedereen die hij tegenkomt op Curaçao, het eerste wat hij aan zijn vraag is, kom je uit Nederland? Ja, luister je rap? Ja. Ik zou denken van familie boven zaken, let's get it nog een keer, toch? Tuurlijk, en dat wil ik ook zeker, snap je? Maar ik denk dat hoe deze tijd van social media, zeg maar, zijn mensen zo gevoelig op wat er gezegd wordt en mensen willen heel graag dat er beefs zijn, maar dat wil niet zeggen dat we geen bradas meer zijn. Dat wil niet zeggen dat we geen liefde meer voor elkaar hebben, je weet toch? Maar soms is hij het gewoon niet eens met mij en heeft hij zoiets van, ja, fuck jou gewoon even. Afgelopen zomer, je nieuwe album, Street Knowledge. Ja. Hoe is die ontvangen naar jouw gevoel? Oké. Kon die beter ontvangen worden of had je meer ervan verwacht? Nee, ik had tegen mezelf gezegd, ik wil binnen 2 maanden minimaal 5 miljoen streams hebben. Okay. Op het hele project, omdat het mijn eerste project is die ik echt zelfstandig helemaal heb gedaan. Je hebt ook gezegd, je gaat voor dit album ga je nog harder werken, met meer producers samen zitten, meer kritischer. Heb je dat gevoel echt bij dit album gekregen ook? Heel veel artiesten pakken bij duizenden producers beats en dan maken ze daar 1 album van. Ik heb nu een heel album met Esco gemaakt. Ik heb een heel album met Architrex gemaakt. Ik heb een heel album met Slisco Bars gemaakt. Ik heb een heel album met Rosalila gemaakt. Dus dat is de manier waarop ik met meerdere producers werk. Voor mij geeft het een eerlijkere klank, omdat ik dan de tijd krijg om met de producers te werken. En dan krijg ik niet alleen die ene beat. En hoe was die samenwerking bijvoorbeeld met Esco? Keihard. Ja, want je hoorde dat je echt in de studio lijn voor lijn opneemt. Mm-hmm. Veel improviseren. Ja. Waarom doe je het zo? Wanneer ben ik officieel gestopt met schrijven? Je schrijft helemaal niks meer. Dus je gaat gewoon naar de studio. Dat vind ik echt bizar. Esco pompt die beat, je luistert die beat, je zegt van ah, ik heb wat, gooi die mic aan en dan ga je opnemen. Ja man. Ik zie tegenwoordig meer rappers die het zo op zo'n manier, is dat fijner voor jou? Ik denk dat van mijn generatie... Is het best wel zeldzaam. Zijn Jay en ik de enigen die het doen. En is dat dan omdat je dan zeg maar dichter bij je gevoel staat wat je op dat moment hebt? Ja man. Je label, Street Knowledge. Mm-hmm. Hoe zit het daar nu precies mee? Dus nu pas gaat het beginnen, hoor. Het was eerst echt een label, want wie waren er getekend bij je? Ik wil het niet getekend noemen. Ik heb gewoon mensen kansen gegeven. Hef was de eerste die een kans kreeg vanuit Street Knowledge, dus het gehele ding. Naast Hef zijn er genoeg geweest die niet uit zijn gekomen bij Street Knowledge, maar die wel de Street Knowledge treatment en love hebben gekregen. Je weet want hoe kwam je tot het besluit van oké, ik ga een label opzetten? Hef was heel goed met Turk. Ik ken Wilwa al sinds Noord, dus dat klikte ook meteen. Dus bleef ik een keertje slapen daar. En toen besefte ik me van, als ik ditzelfde huis zou hebben, maak ik in 6 maanden supersterren van mij, Hef en iedereen. Ik heb geloofd in hetgene wat ik dacht. Ik zat daar in het huis had 3 verdiepingen, beneden woonkamer, boven 4 kamers. En daarboven nog een hele ruimte waarin je studio kon zetten en whatever. In die studio is dan uiteindelijk Hef Vermogen opgenomen. Heel wat singles van Jay, heel wat dingen van Aisha. Jij gaf ze eigenlijk echt een treatment. Classics, de street treatment wat je net zei. Niet ik, wij met z'n allen. Jullie met z'n allen. Dat hele huis zorgde ervoor gewoon van, er is een dikke studio, er is een groot huis. Ja. We kunnen beneden films kijken, we kunnen bij Atje op de kamer 1000 jonkels roken. Ja. We kunnen boven opnemen. Maar zo heb ik Lil Kleine gezien, zo heb ik Gers gezien. Iedereen heeft bij ons op de bank geslapen. Maar zou je dan niet bij jezelf zeggen van oké, jullie hebben de treatment gekregen, jullie zijn hier zo, we zijn gewoon echt vrienden. Mm-hmm. Is het dan niet makkelijk om te zeggen van hé, luister dan, contract, we gaan het nu ook professioneel zo aanpakken? Wat ik je zeg, ik heb een kans geboden, ik heb de ruimte geboden voor jouw ontwikkeling. Je weet toch? Dus als Joe happens to be een van de beste rappers van Nederland, heb ik dat niet gedaan. Hij is de beste rapper van Nederland. Ik heb alleen precies. Ik heb gefaciliteerd en gezegd van hey, misschien hierop letten, misschien dit niet doen, misschien dit wel doen. Ja. En is dat ook de aanpak die je nu gaat doen met Street Knowledge? Precies hetzelfde. Maar ik hoef niet de allerrijkste te worden. Ik hoef niet in de geschiedenis te gaan als ja, hij was de baas van die en die.
ik geloof gewoon dat je krijgt in het leven wat je verdient. Als iemand zegt street knowledge, wat is het eerste wat bij jou dan naar boven komt? Klinkt raar om over jezelf te zeggen, maar ik denk dat als jullie zo met mij praten, dat je het gevoel hebt dat je met een intelligent persoon spreekt. Mm. Maar ik ben niet naar school gegaan. Dus waar komt het dan vandaan? Street. Ja. Ja. Snap je? Ik denk dat het tijd is voor de comments. De comments erbij pakken. Lees je comments? Soms. De eerste dag. Grappig dat als je verlofd hebt, 60 uur zo te horen, een nummer gaat opnemen. Ja, voor sommige mensen, wat ik jullie al zeg, ik maak muziek. Dat is wat ik doe. Ja, toch? Mm. Ik kan niet anders dan creëren. Al die dingen die ik in mijn hoofd heb, of ze gaan daar weer uit, of ik word een akelig mens. Nee, je moet een uitlaatklep hebben. Ja, ja. Snap je? En muziek is je enige uitlaatklep? Ja, voor mij wel is dat de enige pure uitlaatklep waar niemand iets over te zeggen heeft. Ja, jammer dat Atje commercieel is geworden, ja. Dat stond onder op die clip. Ja, ben ik mee eens. Ik heb het niet bewust gedaan, maar ik word wel zo gezien. Maar je zou dan gewoon met iedereen kunnen samenwerken, ook al zou die niet per se uit jouw straatje komen, snap je? Als het hard is, is het hard. En dit, jammer dat Atje commercieel is geworden onder op die clip. Besef je dat dat liedje niet op de radio is gedraaid omdat ik op die clip zat? Al mijn liedjes, besef, ik haal nooit een scheldwoord weg. Ik heb altijd een jonko in mijn hand in mijn clips. Op het moment dat iedereen op dat bobbeling liedje blij loopt te doen, zeg ik moet je op die clip kouwen en praat ik eigenlijk alleen maar gangster shit. Yeah. De beat is gewoon bobbeling. Wat vind je van die hele rap game van tegenwoordig? Vloggers komen erbij. Doet dat pijn dat je ziet dat mensen met een grote following bijvoorbeeld beginnen te rappen? En dan 2 miljoen views krijgen in een paar dagen? Het is gewoon hoe het werkt, toch? Deze business is hard, dus iedereen gaat erop. De reden dat ik me er niet zoveel zorgen om maak, is omdat Gangnam Style. Gangnam Style, het is een hype, ja. Ik doe dit al 9 jaar nu. Waarschijnlijk nog 10 jaar straks. Omdat ik niet Gangnam Style ben. Dus de rappers voor de vloggers, vloggers voor de rappers? Ga maar gewoon dit doen. Dit is gewoon een doe hype. Wat je wilt doen. Doe wat je wilt doen, je weet toch? Snap je, je kan niet praten over Atje en Armo Was Right en denken dat je dus Armo Was Right, love naar hem. Je weet toch? Je hebt je best gedaan, ik wil niet degene zijn die elke keer op hem haat. Noem ons twee niet in hetzelfde gesprek. Zolang dat niet gebeurt, doe wat de fuck je wil. Als een boeker mij zou boeken en ik zie toevallig die dag op de flyer. Hey, wacht even, Armo Westrijd staat ook hier. Dan cancel ik mijn show. Ja? Ja. Ja. Als je hem serieus neemt, dan ben je in een andere business. En dat respecteer ik, dat mag uitverkopen, maar ik doe niet mee. Dan zet je mij maar in de bitterzoet. Bij wijze van spreken. In de melkweg waar de mensen voor mij komen en liefde hebben voor hetgene wat ik doe. Slotervos gang, come back, please, we need you. Wist je de Slotervos gang nog, zeg maar, die hele Libie gewoon? Ja, man. Denk je? Dan zou ik gewoon denken toch bij mezelf van, let's get it, man. Dat is nooit te laat. Het is ook niet te laat en ik denk ook dat het allemaal nog gaat gebeuren. Snap je? Ik denk zeker dat je nog een plaat krijgt van Atje Hef en Crooks. En ik weet zeker dat je nog misschien niet de gehele formatie Slotervos Gang terug zal zien. Maar ik denk om eerlijk te zijn dat de mensen die om Slotervos Gang schreeuwen, dat ze voornamelijk schreeuwen om Atje en Cho. Goed, ik wil je nog een stukje laten zien. Yeah. We zijn deftig nu, we zijn deftig. Kom naar mijn show, die shit is best heftig. Atje Donnie met een Kalashnikov, motherfucker. In 3, 2, 1, action! Ja, dat geloof ik wel hoor. Dit is voor de film Patser. Ja. En had jij altijd iets met acteren eerder gedaan? Ik heb in Vechtershart gespeeld. Ja. En ik denk dat mijn rol in Vechtershart gewoon heel veel wakker heeft gemaakt. Van hey, ik voel niet de gangster. Ja. Ja. Je hoeft niet eens zoveel te acteren. Ja, zeg maar. Ik weet toch, dus ik denk dat dat gewoon is gebeurd. En mijn ambitie om te acteren is nooit groter geweest dan rappen. Dus ik vond het hard om te doen, omdat ik nu gewoon de film set nog beter begrijp. Je ziet me daar toch met Kalashnikov schieten. Ja. Ik denk niet dat ik het... Het hoeft niet nog een keer. Wanneer komt deze? Ja. In januari. Januari? Ja, eind januari. We zijn nu 2 jaar verder nadat je uit de gevangenis bent gekomen. Heb je voor jezelf doelen gesteld toen je eruit kwam? Ja. En heb je die doelen behaald? Niet alles. Ben je wel waar je wilde zijn? Het feit dat ik nu mijn eerste kindje ga krijgen. Ik had niet meer ready kunnen zijn dan dat ik nu ben. Eind van het seizoen heb ik een bepaald aantal nummers op Spotify. Heb ik een bepaald aantal geld verdiend. Is mijn prijs op een bepaald punt.
heb ik misschien nog 2-3 mensen geïntroduceerd aan de game. Dan is het klaar. Niet klaar, maar dan ben ik gewoon, als dat allemaal lukt het aankomende jaar, dan heb ik voor de rest niks anders om op te focussen behalve groeit mijn kind goed, kiezen we de juiste school. Ga je nu over nadenken? Zijn we gelukkig? Atje, ik wil je bedanken voor je tijd en voor je eerlijkheid, man. Geen dank, man. Heel erg bedankt. Ik heb echt genoten. Atje, hoe vond je het om de spotlight op je te hebben? Hard. Werd je nog een beetje zenuwachtig, warm? Zenuwachtig, warm, heet van het licht? Nee, hè? Nee. Ik heb jammer genoeg ook vaker in die. In het licht gezeten, daarom. Aanstaande vrijdag de live show Ziggo Kanaal 13. Vergeet niet te liken, te abonneren. En we zien je weer tot de volgende keer. Ciao.